Nak met een ouderwetse spelverdeler. En de spelers die komen nu het veld op. Dus we gaan snel naar Vincent. Veel plezier bij de eerste helft van Twente tegen Nak. Ja, nogmaals een hele goedenavond ook vanuit de NOC van de grondsvesten. Niet denderend bezet, dat is een understatement. Dat zit behoorlijk tegen de laatste weken voor Twente. Resultaten niet goed, 4 wedstrijden op rij verloren. Dat heeft dus zijn weerslag op de publieke belangstelling. Ja, een maandje geleden zou je denken, dat is een kansloze affaire voor NAC Breda. Een bezoek aan Enschede. Maar de kaarten liggen nu toch wel wat anders. Zoals gezegd, vertrouwen niet groot. Bij Twente, NAC heeft gewonnen van Cambuur. Eindelijk willen ze een winstpartij in de Eredivisie. En Castaños is op zoek naar doelpunten, zoals de spits van de NAC Breda dat trouwens ook is. Fernandez scoorde nog niet. Castaños maakte zijn laatste doelpunt op 30 november in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Dus scoort Twente moeizaam, krijgt het veel goals tegen. Na de winterstop 15 stuks maar liefst, net zoveel als Dordrecht bijvoorbeeld. Dus ja, zeg het maar voor de wedstrijd van vanavond. Laten we nog eens kijken naar de opstellingen. Twente in een 4-3-3 formatie met Stevens in de goal. Achterin Bjelland, belangrijk, terug van de schorsing. Hij naast Cuco Martina ter Aven staat ook zijn basisplaats. De jonge rechtsback Schilder aan de linkerkant daarvoor. Tapia, hij gaat dus een linie naar voren. Ziek en Mococho. De Corona, Castaños en Mokhtar vormen de voorhoede. Waarbij de Mexicaan Corona de laatste week op schot is. Hij wel. Scoorde in de laatste 3 wedstrijden voor Twente. Wedstrijd onder leiding van Jochem Kamphuis.